Kan jij deze video liken met één oog gesloten? Ik daag je uit. Oh, ik ben zo blij. Ik kan niet wachten. Na maandenlang sparen, kan ik eindelijk naar de telefoonwinkel in Brookhaven. En daar heb je hem. Oh, hij is nog mooier in het echt dan online. Ik ben zo blij. En nu vraag je je af, wie wil je hiermee bellen? Niemand. Ik heb hem niet gekocht om te bellen. Ik heb hem gekocht om spelletjes op te spelen. Hier achter mij hebben we niks. Nu nog. Want wij gaan namelijk het allergrootste huis ever maken. Hier kunnen we onze punten verzamelen. En die kunnen we hier uitgeven. In Brookhaven is het zo dat je een huis bouwt in 1 seconde. Het spel doet het namelijk voor jou. Maar vandaag steken we de handen uit de mouwen. En gaan het grootste huis ever maken. Laten we er een aantal punten bij halen. Deze Game Pass geeft ons 2 keer zoveel punten. Dit zorgt ervoor dat we onze punten automatisch krijgen. Dit is VIP. Geen idee wat het doet, maar het klinkt cool. En dan sneller lopen, want iedereen wil sneller lopen. Oké, nu is er serieus werk aan de winkel. Wij gaan kijken of we dit zo snel mogelijk kunnen afmaken. Zie het als een recordpoging. Oh my gosh. Nou, dan hebben we natuurlijk een vloer nodig. Ik loop over alle knoppen heen en elke knop zet weer wat anders neer. Zoals bijvoorbeeld het plafond. Dit gaat er zo gaaf uitzien. Dit is onze allereerste kamer en het ziet er naar uit dat het een soort van chillkamer is. En ik heb zo'n idee dat dit huis zo groot gaat zijn dat ik hier met misschien wel honderden spelers kan samenwonen. Dus reageer ja als jij je plekje wil claimen in dit mega grote Barbie-huis. Oké, we gaan nu alles uitpakken. Dat is heel belangrijk. Dat is namelijk de manier waarop we de kamer uiteindelijk inrichten. Wil je dit goud maken? Wat bedoel je? Oh, we hebben nu een gouden vaas. En natuurlijk de lampen. Yes! Oeh, wacht even. Ik denk dat dit hier een hele belangrijke kamer wordt. Oh, nee. Weet je wat? Ik neem dit serieus. We hebben een nieuwe telefoon. En we willen meerdere games spelen. We hebben dus letterlijk een beetje haast. Wil je de fontein goud maken? Wow. Hier krijgen we als het goed is een trap. Hier een kleed. En wat wordt dit dan? Een chillplek. Hier krijgen we de hal. Geen idee wat ik allemaal plaats, maar ik vind het veel te leuk. Stel voor, jij zou het allergrootste huis ter wereld hebben en je mag daar een eigen kamer in bedenken. Oh, ik liep er per ongeluk overheen, maar prima. Nu hebben we een gouden open haard, een zwembadkamer, trampolinekamer of misschien wel iets als een bioscoop. Dat zou gaaf zijn. Wow, deze keuken is prachtig. En dit hebben we ook weer zo belachelijk snel gedaan. Wil je dit goud maken? Wat wil ik goud maken? Wow, we hebben een gouden keuken! Mijn eten smaakt goud. Volgens mij zijn er wel serieus restaurants die zeg maar eten maken. Waar ze dan zeg maar eetbaar goud op leggen. Ik ben serieus. En het smaakt nergens naar. Dus het is gewoon geldverspilling. Het ziet er wel heel cool uit. Maar om daar nou 10 keer zoveel voor te betalen. Dat vind ik dus gewoon zonde. Oké, hier lopen we doorheen. We zijn nog ineens op een kwart. Maar natuurlijk zijn dat dingen die je altijd achteraf pas ziet. Ik had het net over een zwembadkamer. Is dit een zwembad? Oh my gosh, dit is helemaal geen zwembad. Ja, dit is de reden waarom ik nooit rijk word. Ik snap rijke mensen dingen niet. Hier krijgen we een sap. AP is serieus. Ik heb nog nooit zoveel Robux uitgegeven aan Barbies. Wacht eens even. Ik heb nog nooit Robux uitgegeven aan Barbies. Oké, hier krijgen we een sapbar. Het begint er al wel op te lijken hoor. Maar om heel eerlijk te zijn, ik wil jullie dit ook een beetje besparen. Hoe leuk het ook is om naar te kijken. Dus ik ga de versnelling er nu echt een beetje in gooien. Oké, we hebben net deze kamer af. Wow, wat komt hier? Niet waar. Yes! We hebben nu toch eindelijk een soort van zwembad. Dat is echt top. Ik ben nog nooit zo snel door een tycoon heen gerend. Maar dat vind ik juist leuk, omdat ik dit sneller wil doen dan wie dan ook. Ah, moet je dit zien? We hebben onze eigen muziekkamer. Dat is waar we nu dus de focus op leggen. Zoveel mogelijk kamers maken. Dit is denk ik de knutselkamer. Supermooi. En hier hebben we de fashion design room. Dus hier gaan we fashion maken. Ik heb geen verstand van fashion. Ik zit vast in deze grijze hoodie. We zijn precies op de helft nu. Dat meen je niet. We hebben letterlijk een lift. Oh, dit is de kelder. En ik heb al zo'n gevoel dat ik weet wat we hier gaan maken. No way, we hebben een beneden zwembad. Noem je dat zo? Dit is echt heel erg. Hè? We hebben dus hier een zwembad. En als je naar buiten kijkt, hebben we daar een zwembad. Wacht eens even. Wordt dit wat ik denk dat het gaat zijn? Oh my gosh, het is een bioscoop! Misschien moeten ze de naam van dit spel veranderen van Barbie's Droomhuis naar DutchTubers Droomhuis. Het enige wat ik nog graag zou willen is een eigen bowlingzaal. Of een soort van arcade. Nee, dat meen je niet. Het is letterlijk een bowlingzaal en een arcade. Oh my gosh. Oh, we hebben een uitnodiging gekregen. Niet waar. Wow, we zijn nu uitgenodigd door die speler. Maar wacht even, nu ben ik benieuwd. Oh my gosh, haar huis is bijna af. Nu wordt het serieus. Ja, dat ging niet zo soepel. Ik beloof dat ik zometeen een goede house tour laat zien. Want ik kan me voorstellen dat met deze snelheid je hier niet zoveel van kunt opmaken. Oké, we zetten een wc neer. Oh. En ik zit er al op. Wow, moet je deze kamer zien? Hier hebben we 2 bedden, hier 2 bedden, hier 2 bedden, hier, hier en hier. Hoeveel bedden zijn dat? Kan iemand het laten weten? En wauw, je kunt dus gewoon naar beneden glijden. Moet je kijken. Als jij zou moeten bepalen hoeveel dit huis zou waard zijn, welk Roblox Robux bedrag komt er dan als eerste in je op? 2? Misschien 3? Ja, met 7 nullen erachter misschien. Wow, wat zijn we nou weer aan het maken?
Wacht eens even, dat meen je niet. Dit is letterlijk een inloopkast met 2 verdiepingen. Deze kast is groter dan mijn slaapkamer. Al moet ik eerlijk zeggen, wanneer iets groot en duur is, wil dat niet gelijk zeggen dat het beter is. Ik bijvoorbeeld vind een klein knushuis, wat gezellig is, veel leuker. Maar goed, dit is een videospel en de bedoeling is dat het allemaal zo extreem mogelijk is. Letterlijk ons derde zwembad. Ik denk serieus dat je elkaar kunt kwijtraken in dit huis. Wacht even, wat voor kamer wordt dit? Ik zie heel veel planten, lijkt het wel. Wow, dit is zo mooi. Moet je kijken. Hoeveel planten denken jullie dat hier staan? Raad het in de reacties. Oeh, we zijn er bijna. En oh my gosh, we hebben er nog een verdieping bij gemaakt. Al moet ik zeggen, volgens mij is dit de allerlaatste verdieping. Laat trouwens in de reacties weten, vinden jullie het leuk dat ik het hier en daar een beetje versnel? Anders zou dit een video van een uur zijn. En ik heb mijn favoriete kamer gevonden. De YouTube-kamer. Hier kan ik letterlijk mijn video's maken. Oké, waarschijnlijk wordt dit hier een van de laatste kamers. Ik kan niet wachten tot het huis helemaal af is. We zijn op 97%. Oké, we zetten hier nog een trap neer. Oeh, wacht, er komt nog een soort van mini-verdieping bij. En dan hier de lampen. Oh my gosh, serieus? Dit is weer een kast. Deze kast is groter dan mijn leven. Nee, maar even serieus. Wanneer een kast groter is dan een gemiddeld huis, volgens mij klopt er dan iets niet. Oké, dit wordt sowieso de allerlaatste kamer. 99%. Oké, daar gaan we. Het is gelukt! Oh my gosh, moet je kijken. Ons droomhuis is officieel af. Hadden jullie gedacht dat het mij zou lukken? Ik bedoel, eerlijk is eerlijk. Ik heb ongelooflijk vals gespeeld. We hebben zelfs een bijpassende auto voor ons droomhuis. Oké, dit spel was fantastisch. Maar wat staat er nog meer op de telefoon? Oh my gosh. In dit spel moeten wij letterlijk dingen inkleuren. Dat meen je niet. Dit is dus eigenlijk een soort van kleurboek, maar dan in Roblox. Dus alles waar we op klikken, dat verandert in een kleur. Oké, dan gaan we dit eventjes doen. Natuurlijk de boom. Hier. Oké, we hebben nog vooral aan deze kant een aantal plekken te gaan zo. En volgens mij is dit hier de laatste. Het is gelukt! Kijk, ik ben weer geunband. Dan ga ik dus deze auto in. Dan moet deze speler er even bij gaan zitten naast mij in de auto. Oké, perfect. Momentje, dan ga ik hier staan. Misschien kan ze wel helemaal niet klikken omdat ze ernaast zit. Oh, dat is perfect! Oké, dus eigenlijk als je niet geband wil worden, moet je er gewoon voor zorgen dat de bewoner van het huis in je auto zit. Als ik dit probeer met een paard. Wat nou als ik met een paard gewoon mooi hier zo ga staan? Wordt dan ook mijn paard verbannen? Oké, daar gaan we. Ze komt eraan. Oh, dat is echt zielig voor mijn paard. Medelijden mee. Maar ja, dan word je dus ook gebannen. Oh my gosh, maar wacht even. Omdat ik op het paard zit, ben ik wel verbannen. Maar kom ik niet bij de spawn. Ja, dat heeft eigenlijk niet zo heel veel zin. Maar ik kan dus nu niet meer verder spelen. En als ik nou naar een ander huis wil dan? Oh, huh? Ik kan letterlijk niks doen. Maar ik kan nog wel allemaal items erbij pakken. En een basketbal gooien bijvoorbeeld. Oké, dit is echt heel raar. Oeh, de broek heeft een gevangenis. Zou ik daar geband kunnen worden? Als ik onder de grond zit? Wacht, volgens mij is dat hier toch? En dan moet ik celnummer 8 hebben, denk ik. Ik weet het niet zeker. Is dat hier? Je kunt ergens... Ja, hier is dat. Je kunt hier naar beneden toe. Dus eigenlijk zit ik nu niet meer in de gevangenis, toch? Ik zit onder de grond. Oké, dus wacht even. Ik zit nu onder de grond met deze enge speler. Oké, dan ga ik hier staan. Wat als ik nu geband word? 3, 2, 1... Huh? Wacht, waar ben ik? Ik zit in een geheime kamer. Wacht, wat? Brookhaven brengt elke keer weer een ander mysterie. Wat voor cijfer geef jij het huis wat we hebben gebouwd? Laat het in de reacties achter. Abonneer voor meer en adios.